Ik ben uniek. Ja, Nathalie, maar dat is iedereen, want uniek betekent enig in zijn soort. Ja, dat is waar. Dit was de video voor vandaag. Dan heb ik niks meer toe te voegen. Later. Jij kijkt of je bent geabonneerd op een hele unieke YouTuber, kwam ik achter. Niet alleen dat mijn kanaal 10 jaar bestaat vanaf maandag. Yay! Nee, dat niet alleen, want dat vieren we sowieso. Maar ik heb eens even gekeken. Maar er is niemand van mijn leeftijd die op 37-jarige leeftijd bedacht: ik ga een filmpje plaatsen op YouTube. En ik ga nog een filmpje plaatsen. En ik ga lekker daar. 13 jaar is het eigenlijk, maar mijn kanaal heb ik toen gestart 10 jaar geleden, om precies te zijn. Op 11, 10, 11. Precies 10 jaar geleden postte ik mijn eerste filmpje op YouTube. Ik was toen 40 jaar. Ik ben inmiddels in april 50 jaar geworden. Deze fossiel zit nog steeds op YouTube. En dat blijf ik ook doen ook, totdat ik er zo uitzie. En ook als ik er zo uitzie, en deze geeft nog licht in het donker ook, als ik er zo uitzie, dan maak ik nog steeds YouTube-filmpjes. Die YouTube-filmpjes, die laat ik gewoon staan, al lig ik in mijn graf. De oudste mens op dit moment in Nederland is 109. Laat ik de 110 halen, kan ik nog 60 jaar mee? Hé, hey, rekensommetje. Ik kan nog 60 jaar op YouTube-filmpjes maken. En als ik dat niet meer kan, dan staan mijn filmpjes er gewoon nog steeds op. Nee, ik laat jullie niet meer met rust. Blijf je hoofd zo houden. Ja, nou dat krijg je als je ouder wordt. Dan doen je bordjes een beetje raar. In ieder geval. We vieren dat ik 10 jaar op YouTube ben. Nou moet ik daar wel bij vertellen dat ik toen eigenlijk een soort van shorts maakte. Dus wat nu zeg maar aan short video's voorbij komt. Dat had ik eigenlijk allemaal al gemaakt op YouTube. Het werden vooral allemaal filmpjes van appelslakken, van slakken, van sluierstaarten. Van reuzenslakken uiteindelijk. Toen kwamen er wat andere dieren bij. Ik begon te vertellen over mijn sluierstaartaquarium. Ik had een aquarium van 2 meter met sluierstaarten erin. En daar ging ik allerlei dingen over vertellen. Maar ik liet mijzelf nog niet zien in beeld. En hoe kwam dat? Nou ja, weet je, ik was een van de oudsten op YouTube die op YouTube kwam kijken. De rest was allemaal jong. Die volgden ik allemaal wel. Dus dan denken we aan een Bardo met zijn banjo-movies. Die was al begonnen, al iets eerder dan ik. Dan Masha van Beauty Gloss. Die was al bezig. Rutger met de Vurtje. Die was al bezig. Die was allemaal liedjes aan het maken. Dat weet ik nog wel. En ik heb dus al die YouTubers ook gevolgd. En Rick, Serpent Gameplay. Dat waren allemaal YouTubers die allemaal al bezig waren en die ik allemaal al volgde. Die ik later ook ontmoette. Dus dat was gewoon heel erg leuk toen ik 3, 4 jaar bezig was. Toen, nee, later nog, want dat was in 2016, 17 of zo. Toen ging ik naar mijn eerste YouTube-gathering. Zij hebben nog gatherings meegemaakt die nog in een heel klein zaaltje waren. Daar heb ik de filmpjes wel eens van gezien. En maar toen was het vooral ook heel veel gaming en zo. En ja, eigenlijk wisten we niet precies wat we nou eigenlijk met die gathering aan moesten. En dat werd maar groter en groter en groter. En toen ging ik er ook naartoe. En dan vond ik het gewoon hartstikke leuk om iedereen te ontmoeten. Ondanks dat ik misschien wel een van de oudsten was die daar rondliep. Vind ik het wel heel erg leuk om. Het zijn toch je mede-collega's, het is je YouTube-familie. En ik ben dat gewoon altijd blijven doen. Want ik vind het gewoon niet uitmaken wat voor leeftijd of je hebt. Als jij gewoon lekker op YouTube filmpjes aan het maken bent. En ik geef wat educatie. Ik laat leuke filmpjes zien. Er zijn mensen die vinden het leuk. Dan vind ik het ook helemaal leuk. Toen eigenlijk kwamen er meer YouTubers. Dan moet ik zeggen Dylan Hagens. Die was volgens mij ook al bezig op YouTube. En dan had je Harm. Die ook al op YouTube bezig was. Sophie Milsink. Joostoep keek ik ook. QC keek ik ook. En heel veel van de YouTubers die kwamen op een gegeven moment allemaal binnen rond 2014 of zo. Dus ik zat al een hele tijd op YouTube en ik begon de YouTubers te volgen. En uiteindelijk denk ik, het is eigenlijk best wel leuk hoe hun filmpjes maken. En mijn video's die waren informatief, maar ik was dat allemaal aan het intikken. Hè? Vandaag doe ik dit en dit en dit. En was dat erin tikken. En dan gingen mensen vragen stellen over mijn filmpje. Het ging dan op dat moment vooral over mijn sluierstaartaquarium. En dan gingen mensen vragen stellen van, goh, hoe doe je dit, hoe doe je dat? En nou ja, zoals je hoort heb ik een klein beetje een accent. Ik ben geboren in Rotterdam. Ik heb in Papendrecht gewoond. Ik ben naar het oosten van het land verhuisd toen ik klein was. Daar ga je met heel veel mensen om die nou ook eenmaal een accent hebben. Dat neem je over.
En ja, ik had zoiets van, zo meteen krijg ik allemaal commentaar, weet je, op mijn accent. Of ze vinden me te oud, of ik vond het wel moeilijk. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon een filmpje posten. Ik laat mezelf gewoon zien en niemand heeft iets gezegd. Niemand heeft iets gezegd van, wat ben jij oud? Niemand heeft iets gezegd van, wat een accent. Mensen vonden het gewoon leuk. Dus toen dacht ik, ha, gelukkig. Nou, dan wil ik er wel mee doorgaan. Nou ja, en zoals Dylan Hagens ooit al eens een keer zei in een filmpje. Hij dacht altijd dat hij met zijn Limburgse accent eigenlijk niet ver kwam. En hij heeft gewoon een bioscoopfilm gemaakt. Dus ik kijk naar Giel, Stuk TV, die ook een zachte G. Zo zijn er zoveel mensen die een accent hebben, waarvan die gewoon leuke video's kunnen maken. Dus dat doet er helemaal niet toe. Ja, natuurlijk, je had ook nog Thomas en Teske en Martabi. Zo heette die volgens mij, Mert. Ja, nou, ik keek in ieder geval heel veel van dat soort kanalen en ik vond het gewoon hartstikke leuk. Op een gegeven moment kon je dus gewoon abonneren op die kanalen en ja, ik wist een beetje ervan af. Op een gegeven moment ging ik ook al die tutorials volgen. Nikki Tutorials, die zat er trouwens ook al op, over tutorials gesproken. Die ging ik volgen. En ja, heel veel van die meiden dingen keek ik eigenlijk niet zo. Ik was echt meer van de jongens dingen. Maar heel veel jongens die deden toen nog games. Maar je kreeg op een gegeven moment kreeg je dagelijks HD. Nou, dat vond ik echt fantastisch om naar te kijken. Dus David Games, die ging ook wat andere video's maken dan game video's. En ja, ik vond het gewoon ook heel erg leuk om hun gewoon ook live te ontmoeten en even met hun te praten. En het is gewoon heel erg fijn dat als je zelf met YouTube bezig bent, is best wel een beetje een eenzame wereld op je kamertje video's maken. En weet je, het is natuurlijk hartstikke leuk als je dingen samen kunt doen, samenwerkingen hebt. En als je met andere mensen filmpjes maakt, heb je gewoon hartstikke leuke interactie. Nou heb ik dat natuurlijk ook wel met de dieren, die interactie. En natuurlijk met mijn kijkers, waarbij ik heel erg dankbaar ben dat er een aantal bij zitten. Die kijken mij echt al vanaf het begin. Die zijn nog steeds geabonneerd. En dat is echt love naar jullie. En natuurlijk iedereen die erbij is gekomen. Ook hartstikke fijn dat je kijkt. Mensen die niet geabonneerd zijn. Sommigen die hebben gewoon geen Google-account. Maken geen YouTube-account aan. En die kijken gewoon alleen de video's. En ja, eigenlijk, het kost eigenlijk alleen maar even wat tijd om een account aan te maken. En om te abonneren. En dat zou gewoon heel erg fijn zijn. Dat we gewoon wat groter kunnen worden. Het is natuurlijk wel zo, een kleinere community is gewoon veel persoonlijker. En dan kan ik ook meer antwoorden aan jullie persoonlijk geven. Dus als je heel erg groot bent, is het dan natuurlijk wel moeilijk om met mensen te kunnen chatten en zo. Bijvoorbeeld in de livestreams die ik uiteindelijk ook ben gaan doen. Ja, we hadden dan natuurlijk vroeger eerst Hives. En op Hives stonden wat filmpjes die ik er niet meer af kon halen. Ze hadden toen beloofd om een of andere code te geven waarbij je filmpjes kon bewaren. Helaas kon dat niet. Gelukkig is er wel een filmpje bewaard gebleven. En dat was een filmpje. Dat Stan, dat was 13 jaar geleden. 2008. Dat filmpje was van 2008. En daar was Stan heel erg klein. En we hadden een mooie oranje fiets gemaakt voor een feestje op school toen die tijd. En hij wilde er graag bij gaan staan, zodat ik daar even een foto van kon maken. Dus ik was die fiets even aan het filmen. En toen wilde hij erbij gaan staan voor een foto. Dus ik heb hem op een gegeven moment gestopt, het filmpje, om foto's te maken. Maar ik vond het wel zo schattig. En er stonden nog wat meer filmpjes bij over het Oranjefeest. Maar ja, die kon ik allemaal niet meer meenemen. Ik heb ze toen op een YouTube-kanaal gegooid, waar ik het wachtwoord van kwijt ben. Daar kwamen dus deze filmpjes voorbij. Deze van Stan. En dan nog een paar van ons hondje Dido. Nou, Dido is helaas overleden. Ik had toen ook al dezelfde dierenarts, dus die heb ik nu nog steeds. Dus daar heb ik in de loop van de jaren ook genoeg mee meegemaakt met de dieren. En ja, ik begon op een gegeven moment met vloggen. Dus ik ging allerlei filmpjes vloggen. Nadat ik dus allerlei filmpjes had gemaakt van slakken en zo. En van de vissen. Ben ik dus ook gaan vloggen. En ja, dat was natuurlijk allemaal nog helemaal niet zo heel erg bekend toen die tijd. En vanaf 2015, 16 ongeveer ben ik gaan oefenen. Van nou, hoe ga je nou vloggen? Je moet jezelf dan steeds in beeld brengen. Dat is eigenlijk vloggen. De video's die ik nu maak, dat zijn eigenlijk meer gewoon video's. Dus je maakt content. Mensen die zeggen dan vaak van een leuke vlog of vlogster is geweest. Maar eigenlijk ben ik geen vlogster als je gewoon zulke video's maakt. Dat je
achter de camera zit, voor de camera zit en je bent dingen aan het uitleggen en aan het vertellen of sketches aan het maken of zo, dan zijn het gewoon video's. Maar ik ben bezig voor op YouTube en ik hoop dat het wat wordt. Ja, ik ben een keer in beeld. Dat is grappig. In plaats van niet iedere keer alleen maar het aquarium. Een heel klein beetje water nog bij moet. You think I'm too strong to let you in? Well, that's just not fair. I'm not so tough. I call you bluff. Go ahead and sell me out and I lay your ship bare. Dat was niet leuk. Ik was hem bijna kwijt. Dus nou, hij heeft nu een penisamputatie gehad. Dus het is nu een meisje geworden. Hij heeft nu geen piemeltje meer. Ik heb het helemaal. Oh, ik wil hier geen verhaal over. Heb je wel voor een euro gegeten? En gezopen joh, die champagne, er is helemaal niks meer hier, man. Er is niks meer wat te vinden hier binnen. We hebben alles opgemaakt. Alles. Alles. Ik krijg geen sensatie. Dat zei je? Ik niet. Wel. Zij heeft alles opgegeten. Zo blauw als ik heb echt niks gehad. Nee. Echt niks. Nee. Helemaal niet. Do what you want me to do. Weet je, ze heeft zo'n stip op de hoofd. Dan kijk hier. Die? Dan komt er wel snel elke keer zo dit. Denk ik. Ik heb alle ballen van Nathalie uit de soep gevist. Ja. En nu ben ik moe. Al mijn ballen opgegeten. Ja, zielig hè. Dan heb je allemaal ballen gebruikt. Hihi. Ik kan er wel een leuk patroontje van maken. Vind je het leuk? Ik laat het zo. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja. Die gaat mee naar huis. Maar in de loop van de tijd ben ik zo aan het vogelen geweest met mijn kanaal. Van wat ga ik nou eigenlijk doen? Moet ik het bij die vlogs laten? En in die vlogs probeer ik dus zowel mijn dagelijkse dingen te laten zien. Hè? Want ik ben natuurlijk niet alleen maar met de dieren bezig. Ik ging ook naar de Dutch YouTube Gathering toe. Ik ging ook naar verjaardagen toe. Ik ging ook reisjes maken of met de boot of naar de kermis of naar het bevrijdingsfestival. En dan dacht ik, ja, dat wil ik ook allemaal laten zien. Dus ik heb echt eigenlijk van alles wat ik maar deed, wat ze eigenlijk ook een beetje bij vlog hoort, dat gooide ik allemaal in de vlog. Schrik me dood. Check dit. Dit is echt gek. En ik ben nu eigenlijk de laatste tijd meer van die educatieve video's gaan maken. Wat ik op den duur ook deed, dat waren wat activistenfilmpjes laten zien. Want op een gegeven moment, ik ben toen plantaardig gaan leven. En toen ontdekte ik de wereld van het activisme. En ik vond het heel erg fijn dat ik wat kon betekenen. En ik wilde dat gewoon delen. En ik ben er gewoon aan iets goeds aan het doen. Maar ja, dat werd natuurlijk niet door iedereen gewaardeerd. Ondanks dat het natuurlijk uit mijn hart komt dat ik heel erg graag voor de dieren opkom. Ja, stoot je ook weer mensen tegen het hoofd. En daardoor gingen er ook mensen weg, weet je wel. Of die wilden dan geen video meer maken omdat ze daar niet mee geassocieerd wilden worden, bijvoorbeeld. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk ook niet. En best jammer eigenlijk, want het is gewoon allemaal goed bedoeld. En ik ga jullie in ieder geval allerlei filmpjes laten zien. Ik heb meer dan 1200 video's op mijn kanaal. Dat is natuurlijk veel te veel om dat te laten zien. Ik had er van alles uitgehaald, dus had ik nog een paar uur. Dat heb ik ook allemaal weer in moeten korten. En dat ik weer in moeten korten. En toen dacht ik, weet je wat, ik haal gewoon even de leukste fragmenten eruit. Ook dingen die ik heb gedaan waarvan mensen niet eens weten dat ik dat heb gedaan. Want die video had maar 50 views. En als dat er terugkijkt, dan moet ik er eigenlijk zelf al om lachen. Want er zitten best wel grappige dingen bij. Ja, daarbij moet ik dan nog zeggen dat ik eigenlijk sinds oktober 2016, dus dat is nu 5 jaar,
5 jaar ben ik intensief bezig gegaan met mezelf in beeld brengen, met vloggen, met filmen en zo. Dus eigenlijk de laatste 5 jaar ben ik veel meer gaan leren over hoe YouTube nou eigenlijk werkt. En ja, ondanks dat we er al 10 jaar zitten, was dat wel echt het moment dat ik echt begon met video's maken. Desalniettemin is het gewoon heel erg uniek. Ik heb het nog niet kunnen vinden. Dus jij bent gewoon geabonneerd of een kijker van iemand die gewoon op mijn leeftijd nog steeds 10 jaar lang op YouTube zit, niet op heeft gegeven en ook doorgaat totdat ik echt helemaal oud en grijs zo achter de computer moet zitten en zo moet editen. Ik ga net zo lang door totdat ik kan en ik hoop dat jullie allemaal met mij mee willen groeien. En ik ben heel erg benieuwd wat de toekomst brengt. Zoals Humberto Tan ook bij de Video Award zei, dat zien jullie straks terug. YouTube heeft de toekomst en ik denk ook zeker dat YouTube nog wel blijft. Ik wens jullie heel erg veel kijkplezier. Heel lief. Ik zeg aan jou, abonneren. Ja. Dikke kus. Hoe is die? Ja, koud zo. Oké. Oh, die bestaan, het hele bed dat schuift die kant op. Oh, de bed. Die dept zo meteen de tuin in. Hoi kijkers! Hallo! Deska! Ja, zo. Hi! Wat cadeautjes! Ja! Oh, mag ik dat filmen? Ja, natuurlijk mag ik dat filmen. Bij de meet en greet en dit is echt wel special. Ik ben hier met een moeder en een, de zoon ervan. En hij die zei, ik ben mee, ik heb hier naar mij. Ja? Oh nee, kijk, dit pakt mij al hard. Ik heb hartstikke bedankt. Zijn we deze kant op lopen? Kun je ook een keer kans geven? Nou, daar gaat hij. Tot hier. Wat anders dan scheren. Mijn question. It's not what I'm used to. Just wanna try you on. I'm curious for you. I got my attention. Dat is één. Zo, en de andere zit erin. Wat een vieze, smerige lucht is dat. La la la, ik heb even de tuin geharkt. Het was toch zo mooi weer vandaag. Oh, hi Beb, was je er ook? Oh, wacht, dat is uitverkoop bij de H&M gauw. Hij is de boosdoen, hij is de boosdoen. Veel te veel eieren gegeten. Opa! Buikpijn. Dat gaat toch niet? Die grassprietje die kan ons niet houden. Daar zijn we veel te zwaar voor. Jawel, dat lukt me wel. Ik zoek even een beter plekje. Een beetje verscholen. Ik ben er bijna. Au. Ja. Wat doe je nou? Nee, piept een beetje zijn muisje. En hij ruikt naar wieteling. Smoke weed every day. Ik zweet me al daar op zuur. To satisfy your senses. Ik snurk. Oh. De hele dag kan niet meer stuk, jongens. Nee, dat snap ik. Very handy. De mannen, de moeder, de melk, de moeder, de maan. Ik voel het nu heel erg leuk. Ik was ontbijt. Echt slecht. Als
als je hierin gaat, kom je er nooit meer uit, hè? Nee, lijkt me niet goed. Nee. Oh. Ja. Kom op, Nathalie, je kan het. Lekker hoor. Oh, hallo. Zo. Kijk je ogen. Goed bezig, schat. Nou, ik hoop een stereotoren. Ja. Ik hoop niet dat Stan nou naar beneden komt. Schrik, kom maar dood. Ik ben Zils meisje. Die andere kant moet ook. Maar dat zou denk ik 30 subs tegen al lang. We hebben 300 subs gehaald. Gaan we even, man. De hele keuken staat ook blank. Met mij even, als het goed is. Ja, kijk, dus precies ook hier zit de lijn mooi. Oh ja. Ja, dan zo meteen de volgende helft. Hi Maarten. Hallo. Dat is zo klein. Dat is zo lief. En je bent ook heel eng, hè, Sjoerd? Ik ben nu echt spookje stippel. Ja? Ik ook. Hij weet alleen al niet waar dat gaat gebeuren. Nee, ik... Oh, dat kijk ik. Ja. Dat zie ik echt pas een half uur later. Ja, wat jullie willen? Eerst een muntje voor vestigen. Oh, dankjewel. Ik praten en te veel door mijn zaden. We zijn hier voor het eerst. Ik heb ook voor het eerst een pak aan. Vinden jullie het een beetje mooi? Ja! Want YouTube is nu, het is de toekomst. Hier zijn de gaten dichtgesmeerd, kraantje aangelegd. Hi! Wat ben je een pluisje? Nee, maar dat ben ik nooit. Ja, dat is wel echt heel erg leuk. Want ik weet wie je bent. Dus ja. Shout-out naar je YouTube-kanaal ook. Ja, dankjewel. Nou, wat lief. Wij genieten weer. Ja, absoluut. Dat lijkt me echt fantastisch. Ik kom net. Voortaan een combinatie dus. Ja, volgende vraag. Het was gewoon heel erg leuk. Oh, het was fantastisch. Ik zit hier naar Stan. Stan, hallo. Hoi.
U bent pas genomineerd voor de allerbeste zoon ter wereld. Denkt u dat u dat gaat winnen? Absoluut. Ja. Ja. Want? Ja, dat denk ik ook wel. Ja, follow me op Twitter al, ja. Ik heb er een met een hartje. Yeah. With a load on our minds, a few goodbyes. We could never have give it a real try. Out of the sky, like raindrops. No. En ik ben hier in Roermond en we gaan eens kijken wie hier woont. Hi, ik ben Yara en dit is Bella. Ah. Ja, ik ben bij Ellen. Welkom. Ja. Ik zie al een paar honden voor de raam. Ja. We gaan weer kijken bij dierenasiel Zwolle. Hallo. Heb je gekeken of ze ook wat commando's kan of zo? Ja, daar kijken we tussendoor wel naar. We gaan zo gauw kijken wie dat is. Voor die tijd wil ik jullie nog even zeggen dat Dotan een huisje heeft gevonden. Die stond gereserveerd, dus dat is hartstikke mooi. De hond uit de vorige aflevering nog. Ruud, die zit hier nog wel, jammer genoeg. Ruud is een stressgevoelige kat, super lief. Mensen, als jullie een beetje verstand hebben van katten, het is een hele lieve kat. En geef hem ook even een kans. We gaan nu naar Betty toe. Voor het asieldier van oktober. Gaan jullie mee? Kom voor Betty. Ik heb een momentje erop kijken. Hey! Wat een grote ruimte heb jij tot je beschikking. Goed, ik sta hier weer bij het Zwolse dierenasiel. En Mautie gaat mij het een en ander vertellen over Pepper. Yes. Kom maar, Ze worden aan de bloepers, hè? Die zijn wel leuk. Eerlijk zeggen, wij ze kort het af naar Jack. Maar zijn officiële doofnaam is wel... Kijk, ik voelde maar. Ik dacht, ik kan er niet op reageren. Yeah.
echt een fantastische prijs. Let op, hè. Daar komt die. Nieuwe auto. Alsjeblieft. Je prijs. Dat is voor je de konijn. Je hebt de konijn gevangen. De konijn, dat moet je wat verbeteren. Jij niet. Gadverdamme. Ik ga naar huis. Ik heb de gat. Welk dier kan ademen door zijn billen? Ik, wil je het horen? Ja. Eén. Dit is nog leuk. Ik doe het vatten met mijn hoofd, zo denk ik. Ja, hey. Eindelijk, eindelijk een keer. Er staat hier een echt een hele grote hond. Is dat jou? Ja, hij is van mij. Die neem ik mee. Die zit zo op mijn auto en dan. En hij luistert heel goed. Ja. Dat is ook altijd handig. Dan blijft het gewoon net te staan ook. Ja. Ja. Wij zijn. Nathalie en Irma. Ja. En we zijn al de 45 patiënten. Maar daar zie je niks van. Daar zie je gewoon niks van. Je kan ook gaan liggen. Als je kan liggen, dan zie je wat van. Wacht even, hoe moet ik nou filmen? Hij is nu aan het filmen. Zo. Zo, oh ja. Zo, dat zie ik. Die weet ik eigenlijk ook niet. Ja, het gaat over. Oh ja, jij stelt mij vragen, of niet? Ja. Ja. Ik ben een interviewer. Ik ben echt een hele goede interviewer. Echt heel professioneel. Oké. Doe maar even zien. Hallo lieve zoofamilie en welkom bij Zoosember. Oh, kadet. Wil jij nou op schoot? Lief. Dus dan gaan we maar eventjes in tussentijd wat drinken bij Van de Valk. He? Heel erg lekker. Mensen zitten daar aan de andere kant. Kijk, allemaal mensen kijken er nu naar jou. Een heleboel. Ja, het zijn altijd van die gezellige video's, zeg maar. Ik ga altijd leuke dingen doen en zo. Ja. Je hebt er nu twee? Nee, Benji ook. Oh, daar. Oh ja. Er komen nog allemaal hele leuke dingen aan komende weken. Veel kijkplezier bij deze video. Ik heb voor de flat heb ik hier zo ook vinyl ingelegd. En dan heb ik van die plaktegels uit de douche opgeplakt voor anti-slip, zodat het kleedje niet wegglijdt. Ik moet wel een goede voorbeeld geven. Die koor was wel groot hoor, maar ja, ik kan er gewoon niet zoveel mee. Welkom bij de Vida Awards 2019. Je doet het omdat je het leuk vindt, zeker. En als je het zelf leuk blijft vinden, dan de mensen die je kijken ook leuk vinden. Dit is Brit. Brit, je kijkt er naar mij. Dit is van de Muizenvilla. High five. Alles goed? Ja, goed, jou? Ja, lekker. Ja, leuk dan. Spreek je straks misschien nog? Ja.
Ja, ja, dat weet ik. Dat weet ik. Echt wel. En hebben we Rick. Hey. Hey. En Bardo is heel druk. Ik heb Bardo net al even gesproken. Die, ja, daar komt het zo meteen weer bij. Jou en Bardo op de foto. Jij? Ja, kan ik dat erin gaan doen? Ik denk het wel. We hebben een goede pose gewoon. Ja, nou ben je bekend, hè? Dat moet ook. Niet normaal. Hier. Mijn meeting point vlag is gejat. Er is nergens geen vlag. En nu? Ze hebben mijn vlag gestolen. Dat doe ik zo. Oké. Dankjewel. Ik ben met Nathalie. Ja, hallo. Mijn favoriete mevrouw van dit event. Komt dat op YouTube, hè? Ja, dat maakt helemaal geen fit uit. Wie zijn ook het samenwerken? Samenwerken, ja, met een YouTuber. Met Nathalie. Met Nathalie en Zoe. Shout out naar Nathalie en Zoe. Die maakt konijnenvideo's. Dus dat is heel leuk. Voor mij ook, echt voor mannen. Nee, ik weet niet wat erin zit dan. Dat is wel een leuke video, bedoel, maar niet voor mannen, niet voor mij. Nee, ik denk met Stuk TV dan. Lijkt mij het leukste om in. Niet met visje eten? Of met visje, ja. Ja, ja, ja. Maar het is best wel rustig nu hier, hè? Ja, ik vind het echt. Wat is het nou eigenlijk? Ik ben een beetje verbaasd van dat er zo weinig grote YouTubers zijn. Ja, nou, dat is het ook. Ja, ja. We moeten weg, maar we komen niet weg. Nee. Kijk, Apple. Is nou Enzo of Enzo? Enzo. Kom maar. Ik neem even mee. Ga je dat doen? Nee, we moeten snel terug naar het hotel. En we zijn straks op de oh, naar hotel. Kijk. Ja, vandaan. Ja, nee, we moeten eten omkleden en we moeten draaien. Ja, we hadden met ze gepraat. Ja. Doei, doei. Nou, we moeten echt wel. Walnoten chocoladebrood gemaakt. Ik heb hem al vaker gemaakt, dus ik weet dat hij gewoon oké is. En die van je wel niet toegeven van. Ik heb een ding van mijn suiker die ik gelijk heb. Dit is. Oeh, spooky. Kun je me ook wel iets vertellen over het veganisme? Hallo. Oh, leuke muziek. Kom jullie vandaag weer mee? Kerootje, alsjeblieft. En we mogen nou eventjes kijken en foto's maken en filmpjes maken van de dieren. Afgelopen en we gaan nu nog met z'n allen naar de Vegan Bamboe Bar in Utrecht, bij Utrecht Station. Gezellig! Utrecht. Doei uit Utrecht! Doei! Nee, de lucht zie je niet. Dat is toch wit. Jammer. We hebben een speciale vegan trein voor ons gereserveerd. Dat is het leven vegan. Wow!
Ik ging naar Brabant toe naar Robert en Maya. Ach, dus ik heb zowel Tiny House gefilmd als de hond. Ja, kittens zijn natuurlijk heel leuk, maar dit soort dingen die zijn natuurlijk minder leuk ervan. En, klopt. Maar hoe ga je daarmee om? Of is dat dan ook wel dat je daar met iemand over kunt praten of zo? Of, ja, nou, het scheelt. Ik heb mijn man, dat scheelt gewoon. En ik heb een hele lieve vriendin in Spanje, die heeft daar zelf een stichting. En met haar kan ik er ook heel goed over praten. Dat dieren leuk zijn als ze jong zijn en even om te knuffelen en te aaien. En dat je ze dan weer weg doet. En dat is ook wat je terugziet bij heel veel gezinnen. Die nemen een konijn of een cavia. Dat is even leuk. En dan doen ze het. Ja, precies. Er zijn zoveel van die dingen. En we willen allemaal van alles, altijd. Ja, en dat gaat niet altijd meteen. Dus ik moet nu roeien met de riemen die ik heb. Heel erg mooi. Het is wel gevaarlijk wat je er achteruit loopt. Ja. Oh, zo mooi. Heel mooi. Ja, ik zie hem. Ik heb hem. Hij zit vast. Help me. Dingetje, dat was helemaal naar binnen gegaan. Dus die heb ik aan die kant er even weer aangezet. Check, wat een hoop batterijen. Ik heb gewoon dynamiet in mijn fiets. Het lijkt wel een bom, joh. Stand the rain. We staan met de Cube of Truth in Leiden. Het is vandaag International Cube Day. Hard aan het werk hoor. Hallo allemaal! Hi! Ze is haar telefoon aan het opladen door te schommelen. Ik ben net een klein kind. Hij laat. Maar hoe harder je schommelt, hoe harder je verbrandt. Dat is wel knap. Zo bij kan. Ja, dat kun jij niet, hè? Nee, ik heb het wel eens geprobeerd, maar het lukt niet. Ik weet niet of je dat zo Oké, ze willen mijn kabel. Oké, jij wil die kabel, hè? Net als die andere. Gaan. Ik vind jou zo grappig. Kijk. Ik wil alleen maar die stok opeten. Ze bewegen ook zo. Oh, oké. Dus dat is. En dan ben ik van vol. Ja, dat is een klein. Oh, dat is een klein. Ja! 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 Ja!
wantrouwen. Het voelde dat we blijven doorgaan. Dus ik heb ook zoiets in rust zitten. Check it out. Actie. Kijk of nog meer zie je zo wat in bloeisters. Yes, ik heb er eindelijk. Spelende vrouw is dood. Dat alleen. Oh, dus hier op een van de lichten ook allemaal veren. Dus het is wel heel leuk hier in de hut, alleen er liggen hier allemaal veren. Kijk, ik denk dat hier een van de beesten is doodgegaan ofzo. Ik ben verstopt. Toen jij aan het filmen was, heb ik even deze hut gewoon gebouwd. Ja. Knap hè, van mij. Superwoman. Supergirl, ja. Als je die gaat gebruiken, doe er dan eventjes een beetje lauwwarm water in. Dat is lekker voor ze, dan krijgen ze niet koud. En nu? Nu zit je dus met een heleboel. Toiletrollen. Ben ik aan het opnemen. Net uitgerekend nu ik aan het opnemen ben, gaan ze met de bladblazer bezig. Jongens, ik ben aan het opnemen. Sst. Zo kunnen de mensen mij niet horen. Ik irritant. Wat is het weer allemaal op de grond voor een troep? Ja, deze. Die kan ik ook gebruiken. Gooi dat gewoon weg. Hier, vang. Oh, lekker. Oh nee, daar was het niet voor bedoeld. Ik was bezig met... Sorry. Zal ik even sprayen, want de tafel moet nog schoon. Lekker goed voorbereid, Nathalie. Because this is thriller. Zegt de ene mummy tegen de andere mummy. Ingewikkeld, hè? Ik kan daar namelijk iets heel anders van maken. En wat dat precies is, dat zien jullie in deze video. Want ik ga daar heel iets leuks mee doen. Deze drie cavia's die wonen in een zogenaamde CNC cage. En iedere woensdag behandelen we een leuk onderwerp hier bij de opvang. Vond je dit nou ook zo interessant? Oh. Gerard niet? Nee. Nee, ik heb geen ruk aan. Nee, nou. Vond je dit nou ook zo interessant? Ik wel. Ik was de... Vond je dit nou ook zo interessant? Ik in ieder geval wel. Jij ja, ook, ik ook. Ja, ik vond het zeer interessant. Ja, interessant. Doei! En dit keer gaan we met de brommer. Ja. En Nathalie gaat op haar bezemsteel. Oh, nee. No. Gaan we dit uitzenden of niet? Ja. Kruipt u even mee? Ja, hi. Nee, maar. Nou, ik heb gekeken, er lag geen lijk in ieder geval. Ik zie en hoor jullie denken, wat de F heeft zij op haar tiet? Het zat erop, het hoort erop. En als je goed kijkt, is het een sleuteltje. Dit moet dan de key to my heart voorstellen. Het is eerder de key to my teeth. Dank jullie wel allemaal voor jullie leuke reacties altijd. En vandaag heb ik weer een nieuwe video. Yeah, 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 yeah. Geef het op voor SVM dan! Yeah! SVM in 2 minuten. 3, 2, 1, let's go! Met struippoepen? Hey, jij daar. Ik heb hier op mijn hand de PSG. Dit is de PSG 195. Het allerleukste dierenkanaal van Nederland met de allerleukste kijkers van Nederland. Jawel. En ik weet dat, want ik heb de twee ontmoet. Ik ben daar naartoe gegaan. Oh, ze zijn echt precies, hè? Ja, echt precies. Muffin en muffin. Echt. Echt een muffin.
Oh, kijk je oogjes dan ook. Echt perfect. Ik vind het fantastisch. Ja. Dat zou ik ook kunnen doen. Dat was een hele leuke doel geweest, toch? Om een reisman mee. Klaverzaadmuntjes. Ik sta hier bij het allerbeste, mooiste, geweldigste muizenverblijf ter wereld. Want ik heb hem zelf gemaakt, dus daarom vind ik dat. Maar ik ga daar van alles over vertellen. Ik ga hem schoonmaken en dat zien jullie. En ik ga jullie meer vertellen over muizen. Dit is een koffie. Nou komt de show niet meer bij. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden om te zien. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor afgelopen jaren. En vooral alle diehards die zijn blijven hangen. En sommige die heb ik nog op Instagram van vroeger of op Facebook. Er zijn er gewoon een paar. En hartstikke leuk dat ik gewoon nog contact heb met jullie. En ik wil jullie ook heel erg bedanken voor de support altijd. En alle nieuwe mensen natuurlijk ook hartelijk welkom op mijn kanaal. En ik hoop dat we nog heel lang samen zullen zijn en dat ik nog heel lang video's kan maken. En als jullie nog ideeën hebben of suggesties, zet dat vooral hieronder. En misschien moet ik wel een andere kant op zometeen. Dat weet ik allemaal nog niet. We zien wel hoe het gaat. Voorlopig ben ik even bezig op elke woensdag met de video's bij de schildpaddenopvang. We hebben zometeen een wat rustperiode, omdat dan het even wat rustiger is in de opvang. En dan kan Gerard ook even rust nemen. Het is gewoon heel erg intensief om allemaal video's te maken. En dan doen we gewoon even wat anders. Maar Susanne komt er ook aan. En Susanne wordt wel wat kleiner dan dat ik eerder deed. Want het was wel heel erg veel elke dag zulke grote video's maken. Ik maak er wat anders leuks van. Maar ik weet zeker dat jullie dat ook heel erg gezellig vinden. Dus blijf vooral kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even. Vond je dit nou leuk? Geef dan even een like. Het is een lange video geworden. Maar ja, hoe ga je 10 jaar en zoveel video's in één plakken? En ik wilde jullie het zo graag allemaal laten zien. En ik vind het voor mezelf ook leuk om dat straks nog even terug te kijken. En wat is dan gegroeid? Van dat kleine jongetje bij het oranje fietsje. Tot die grote jongen die daar op het podium durft te staan. En voor het eerst mee heeft gedaan met de Dutch Beatbox Battles. En die gaan we zeker ook nog volgen. En mijn dochter natuurlijk. Want mijn dochter, die krijgt een tweeling. Dat betekent dat ik oma ga worden. Dus dat gaan jullie ook meemaken. En het zijn 2 jongens. Dat weet ik nu. Dus dat is hartstikke leuk. En hoe dat allemaal verder afloopt, dat zien jullie dan weer in de komende jaren. Dus hoe leuk is dat om daar ook in mee te groeien. Ik ben heel erg benieuwd wat de komende 10 jaar ons gaat brengen. En ik wil jullie heel erg bedanken. En tot later. Doei! Love you all!